Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win Podcast. Vandaag ben ik hier met Yvonne Toussaint en je kent haar waarschijnlijk van de Emotional Freedom Techniques. Nou, je snapt, daar wil ik alles van weten. Dus ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo je waardering aan ons overbrengen. Yes, dat gezegd hebbende. Welkom Yvonne. Ja, nou hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, jij bent op mijn pad gekomen omdat ik de EFT-opleiding van Merel Hovenstad heb gekregen, ontvangen, door heb gelopen. En alle masterclasses. En zij heeft het weer van jou geleerd. Ja, en toen was ik toch wel nieuwsgierig van wie is die Yvonne dan? En heb ik jou gebeld. Blijken we beide wel een achtergrond te hebben in het fysieke, in het topsport. Ja. Dus, als je dans, kan je topsport noemen natuurlijk, hè? Vind ik wel. Ja. Nou, ik vind eigenlijk, sport, dans is kunst. Maar het fysieke deel is natuurlijk best wel zo intensief als wat jij doet, denk ik. Ja. Nou ja, en het is ook grappig. Toen ik op een gegeven moment, gelukkig lang geleden, een rugblessure kreeg, heb ik heel veel Pilates gedaan. En Pilates wordt vaak gegeven door ex-danseressen. Ja, ja. En ik ging ook altijd naar de balletschool voor die Pilateslessen. En dan zie je wel hoe jong ze al en hoe hard ze dan al trainen, zeg maar, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. Dus, heb ik dat overigens niet gedaan, hoor. Ik ben niet op mijn 10e al naar de academie gegaan. Ik ben na de middelbare school ben ik daar naartoe gegaan. Toen was ik 17. En toen heb ik de balletacademie gedaan. Ja, en toen ben ik officieel afgestudeerd als dansdocent. Maar ik ben gewoon een aantal jaar gaan dansen daarna. En en dat doe ik nog steeds, hoor. Op dinsdagavond, gisteravond weer. Dan ben ik op de theaterschool en dan heb ik nog les van mijn oude dansleraar. Dat is echt superleuk. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is best een pittige les. En daar staan zowel Jan met pet in, laat ik zeggen. Maar daar staan ook allemaal mensen in van ex-dansacademie studenten. Ja. Nee, maar en hoe ziet zo'n les eruit? Wat gaan jullie doen? Pirouetjes draaien? Ik heb geen idee. Ja, nee, dit is mijn dansdocent en die geeft modern jazz. En hij heeft een hele aparte stijl. Dus het is een wat in de volksmond zeggen ze een jazzballet. Maar dus het zijn heel veel oefeningen, best intens. En en daarna doe je choreografie. Dus dan ga je echt een dansstuk met hem instuderen. Heel erg leuk. Nou, ik vind het, ik heb op Instagram kun je allemaal filmpjes bekijken. En als op een gegeven moment Instagram weet wat voor filmpjes jij leuk vindt, dan krijg je alleen maar dat soort filmpjes. En ik hou dus heel erg van dansfilmpjes. En ook van, volgens mij is dat echt, hoe noem je dat? De klassieke dans, dat je echt met z'n tweeën, vroeger was dat altijd op Eurosport. Zat ik de hele middagen voor Eurosport naar dansen te kijken. Maar wat ik zo leuk vind, ik vind het fantastisch om naar te kijken. En als ik ook naar onze dochter kijk, die doet niks anders dan de hele tijd dansen. En want ik ben wel nieuwsgierig, wat is dat voor ons, dat dansen? Want voor ons, nou, ik denk dat dans, in tegenstelling tot sport wat jij doet, sport gaat heel erg over de fysieke prestatie. En dans is een expressie van jouzelf. En die expressie die geeft je vorm ook omdat je natuurlijk muziek gebruikt. Hè? En muziek op zich is natuurlijk al een expressieve vorm. En het mooie van dans is dat je eigenlijk jezelf, je ziel zou ik bijna zeggen, via die beweging naar buiten kan laten komen. Als je tenminste op de juiste manier danst, lijkt mij. Dus het gaat niet zozeer over van ik kan mijn armen en mijn benen omhoog, maar wat zeg ik met die beweging? En hoe druk ik mijzelf daarin uit? Het is eigenlijk een soort van taal. Ja, ik vind het zo geinig dat zij dat zo intuïtief doet en ook de hele tijd. En het hoeft maar een putdeksel te zijn en dan zegt ze, dit is mijn dansplaat. En dan komen er weer allemaal moves en dan, nou, ik zou er snel op dansen doen. Leuk.
Hey, wij hadden het zo net al even over, over je boeken, over de andere podcastshow waar je te gast bent geweest. Bij Johan Luca, bij Giel Beel in de Koekeroe. Vergeet ik nog een belangrijke? Bram Bakker, Balanskliniek. Ja. En ik zeg heel vaak van, als je gezondheid wil hebben op alle fronten, dan zijn een aantal dingen heel belangrijk, waaronder zelfkennis. Ja. Als je eigenlijk niet weet wie je zelf bent, en jij zei dat zo mooi, van we moeten wel weten van onszelf hoe we gewired zijn. Ja. En dat we eigenlijk allemaal heel erg op elkaar lijken. Hé, jij zei van, ja, mensen zitten wel op een bepaalde manier in elkaar. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Want dan denk ik dat dat ons startpunt is. Ja. Ja, nou, kijk, in al die jaren dat ik bezig ben geweest met zelfonderzoek, en dat begon eigenlijk in de jaren dat ik nog acteerde. Want dan ga je heel erg kijken van, oké, ik moet een personage spelen. Wat is dat voor type? Wat denkt hij? Wat voelt hij? Hoe beweegt hij? Hoe gedraagt hij zich? Ja. Dus dat die innerlijke wereld van ons, hoe we ons van binnen voelen, en de gedachten die je hebt, de overtuigingen die je hebt, die zorgen ervoor dat je op een bepaalde manier gaat reageren. Nou, is dat bij de meeste mensen hetzelfde. Als we het hebben over denken, en dan heel veel, vroeger dacht ik ook van, oh, dat denk ik, maar niemand anders denkt dat, weet je wel. Dan denk je dat jouw gedachten uniek zijn. Is helemaal niet zo. Want alle gedachten die we hebben, die zijn eigenlijk universeel. In al die jaren dat ik 1-op-1 mensen heb gecoacht, er was nooit iemand die met iets kwam dat ik dacht, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Weet je wel? Dus daarin weet je al van ons denken, daarin zijn we eigenlijk best wel overeenkomstig. Maar ook als je kijkt naar onze emoties. Hè, want er zijn 4 basisemoties. Bang, blij, bedroefd, boos. Nou, iedereen heeft diezelfde emoties. Maar waar jij gebruik van maakt of wat jij wil ontwikkelen in jezelf, dat is van een heleboel factoren afhankelijk. Nou ja, dan zit je dus op het niveau van wat je denkt en wat je voelt. Dat is je binnenwereld. Er is er nog een heel belangrijk aspect als het gaat over waarom we zijn wie we zijn. En dat is je zenuwstelsel. Je zenuwstelsel is heel belangrijk voor hoe jij in je vel zit. En dat zenuwstelsel, dat reageert op onze omgeving. Het is eigenlijk een, ja, hoe moet je dat zeggen, een signaal of een soort radar die we hebben. Laat ik het een radar noemen. En die radar die staat altijd aan. Dus die is altijd zo aan het checken en het tunen van, is het veilig, is het onveilig, is het veilig, is het onveilig. Nou, op het moment dat het onveilig is, gaat je stresssysteem aan. En dat is heel goed, want het zorgt ervoor dat je alert wordt, dat je kan vluchten, dat je kan vechten, wat je dan ook nodig hebt. Maar op het moment dat alles weer oké is, nou, kan je weer ontspannen. Als het goed is. Als het goed is. Zo zitten mensen in elkaar, ja. En alles wat er misgaat, heeft vooral daarmee te maken met ons centrale zenuwstelsel, met wat we denken en daarbij met wat we voelen. Want als jij dingen hebt meegemaakt waar jouw stresssysteem van aangegaan is, en dan ga ik gelijk maar even helemaal terug naar de jeugd. Dus je hebt vervelende dingen meegemaakt in je jeugd. Die hebben een enorme impact op mensen. Als jij als kind dat niet hebt kunnen verwerken, omdat je te klein was, omdat je het niet snapte, omdat je niet de mogelijkheden had om daar iets aan te doen, dan wordt dat een soort van imprint. En jouw zenuwstelsel, die zal je op elk moment weer gaan waarschuwen als je in een soortgelijke situatie komt. Dat is gewoon beveiliging. Nou, en op basis daarvan ga je bepaalde gedachten krijgen. Denk je van, oh, dat is wel heel gevaarlijk, dat moet ik niet doen. Nou, en zo ontwikkelen mensen, ontwikkelen ze angsten, ontwikkelen ze fobieën, ontwikkelen ze stress. Nou, we weten allemaal wat stress in je lijf doet. En op basis van die stress kan je tot een bepaald niveau kan je dat wel hanteren. Maar op een gegeven moment zegt je lichaam ook van, ja, hallo, dit wordt te veel. Nou, dan krijg je spanning in je lijf. Je raakt in een burn-out. Je krijgt hartklachten. Nou, noem alles maar op. Dus kijk, en dit is een hele simpele uitleg van hoe we in elkaar zitten. Maar dit zijn voor mij de 3 basisdingen. En dan is er nog 1 ding waar ik het zo over wil hebben. Maar dit zijn de 3 basisdingen. Je gedachten, je emotie en je centrale zenuwstelsel. Hoe die op elkaar reageren.
En het vierde ding, en dat is eigenlijk iets waar de meeste mensen nooit over nagedacht hebben of niet eens weten dat ze het hebben, en dat is jouw zelf. En wat is jouw zelf? Jouw zelf is datgene wat jij bent, zonder je gedachten, zonder je emoties. Dat is een vorm van bewustzijn in jou. De Indianen noemen het spirit, je spirit. Dat wat jij, ja, jou, jij mag in dit leven als spirit zijnde uitdrukking geven aan wie je bent. En daarvoor kun je je gedachten en je emoties en je zenuwstelsel, dat kan je gebruiken. Maar de meeste mensen denken dat ze hun gedachten en hun emoties zijn. Of een soort identiteit, een ego. Oh, ik ben die en die en die. Maar dat is niet wie je bent. Dus als ik even een linkje maak naar de EFT, dat zelf is heel belangrijk. Want alles wat we denken wat we zijn, daar zitten allerlei overtuigingen op. En als we EFT toepassen, is eigenlijk de start van de EFT, is altijd een zin waarin we zeggen, toch accepteer ik mijzelf precies zoals ik ben. Of we zeggen, ik waardeer mijzelf precies zoals ik ben. Of ik hou van mijzelf precies zoals het is. En dat zelf is onveranderlijk. Kan jou nooit verlaten, is er altijd, heeft geen oordeel, is altijd kalm en rustig, als je er tenminste contact mee kan maken. Dus ja, dat is voor mij in wezen hoe mensen in elkaar zitten. En het enige wat ik doe, is mensen helpen om dat helder te krijgen en te proberen, en dat is echt niet makkelijk hoor, om mensen uit die reactiepatronen, want het zijn allemaal reactiepatronen op basis van wat je denkt en wat je voelt en wat je hebt meegemaakt, om mensen te helpen om die patronen te veranderen, zodat ze meer bij zichzelf kunnen komen. Ja, mooi. Ja, dat zelf, ik noem dat ook wel de waarnemer. Degene die dat allemaal kan zien en kan observeren. Ja, dat is eigenlijk toch het, ja, zo zie ik het zelf. Nou, dat vind ik weer zo grappig dat je dat zegt. Ik doe heel veel met EFT, hè. Daar heb ik 20 jaar ben ik daar al mee bezig. Maar sinds vorig jaar geef ik ook trainingen in Total Release. Ja. En in de Total Release, wat eigenlijk een stap verder gaat als de EFT, wat een veel dieper meditatief proces is, daar werk ik altijd met de waarnemer. Dus daar werken we vanuit de waarnemer. Om te kijken naar, hey, wat gebeurt daar allemaal als ik de waarnemer ben in mij? Zonder er iets van te vinden, zonder er iets mee te hoeven te doen of te veranderen, te fixen. Dus dat is heel belangrijk ook om te beseffen dat we vaak heel hard ons best doen om iets wat ons onprettig voelt in ons of waar we niet blij mee zijn, dat we heel hard ons best doen om dat te veranderen. En dat op zich is weer een vorm van weerstand. Ja, verzet. Ja, ja. Ja, ja, ik leerde van Eckhart Tolle looking and not labeling. Gewoon ja, kijken, exact. Kijken, aanwezig zijn. En, ja. En meer niet. Ja, eigenlijk meer niet. Ja. en wat ik ook al merk, ook met EFT, want met sommige mensen doe ik dan vaker EFT. En dan waar je heel erg voor moet waken, is dat het alweer een trucje wordt, omdat het weg moet. Exact, ja. Nou, ik... En dan denk ik, nee, volgens mij is het juist de bedoeling. Daarom zeg ik ook heel vaak, maak het gevoel maar groter. Vul je hele lichaam er maar mee op. En heet het ook maar welkom. Het mag er zijn. We zijn oprecht nieuwsgierig. En we zijn dit, en dat denk ik dan, want we zijn dit niet aan het doen, dat het eigenlijk weer weg moet. Want dan snap je wat ik bedoel. Kijk, en dat is wel het verschil. Kijk, als je goed EFT hebt geleerd, dan snap je dat er emoties hoeven niet weg. Als je denkt, oh, ik moet mijn emotie wegkloppen. Wat soms als mensen zeggen, oh, dan kan ik het lekker wegkloppen. Dan ben je het eigenlijk aan het onderdrukken. En hoe je het wendt of keert, emoties kunnen we pas loslaten als we ze eerst voelen. En dan kan het lichaam
En we kunnen er als het ware doorheen bewegen. En dan kan het lichaam, en met EFT gaat het super makkelijk, kan het lichaam het loslaten. Maar het kan niet zonder het eerst te voelen. Dat is onmogelijk. Ja, verbinden en versmelten. Ja. Echt erin, eigenlijk erin en er één mee worden. Nou, Kijk, er één mee worden. Ik probeer juist eigenlijk mensen te laten ervaren dat ze hun emotie niet zijn. Dus ik wil juist die identiteit ervan afhalen. Ja, mooi. En een emotie is maar een vorm van energie die je voelt in je lichaam, meer niet. Ja, ja, mooi. Hey, ik hoorde jou ook nog even over dat zenuwstelsel praten. En ja, voor mij was dit, ik leerde dat van, hoe heet de beste man? Stephen Porch. Nee, nou, maakt niet uit. Maar ik vond het wel echt mind-blowing. Want hij zei eigenlijk, ons zenuwstelsel, dat heeft maar één taak. En dat is pijn vermijden en plezier opzoeken. En daarom gedragen wij ons in de kern eigenlijk wel precies hetzelfde. Want dat doen we allemaal. Maar is ons gedrag zo ontzettend anders? En toen dacht ik van, ja, dat klopt. Want de eerste keer dat ik alcohol heb gedronken... ik heb me een tikkeltje misdragen. En de volgende dag was ik nogal ziek. Dus in mijn zenuwstelsel zit alcohol gekoppeld aan misdragen. Je ziek voelen, niet kunnen doen wat je graag wil. Jezelf voor schut zetten. Dus er zit voor mij heel veel negativiteit omheen. Terwijl ik ken genoeg mensen waarbij de eerste ervaring met alcohol juist heel erg ontspannend werkt. En ineens kunnen ze vrij uitpraten, durven ze op dat jongen of meisje af te stappen. Dus dan zit er ineens heel veel positieve lading om dat alcohol gebruiken. En toen dacht ik, oh ja, grappig. Dat is dus de reden waarom ik dus nooit meer heb gedronken en andere mensen wel blijven drinken. Omdat het net iets anders is opgeslagen in ons zenuwstelsel. Heb ik het al goed begrepen? Nou, in je zenuwstelsel sla je niks op. Wat je opslaat, doe je in je brein. Maar je zenuwstelsel heeft, en dan hebben we het over de polyvagal theory eigenlijk. Dat is de vagal nerve. En dat is een hele grote zenuw. Ja, het is een hele grote zenuw die ergens hier van je aangezicht, dus van je oren naar je gezicht gaat. En dan helemaal door je lichaam, langs je organen, je hart, je longen, naar je buik. En dat is wat ik net zei. Dat is een radar en die is voortdurend informatie aan het doorsturen naar je brein. Informatie van boven naar beneden en van beneden naar boven. En op het moment dat jij gestrest bent, dan gaat een deel van dat stelsel aan, van die zenuw, die krijgt daar signalen van, en dan zeg maar, gaat het sympathische systeem aan. En dat sympathische systeem zorgt ervoor dat alles geactiveerd wordt. Nou, maar er is een ander deel van diezelfde zenuw. En die zorgt er juist voor dat je in ontspannen kan. Je maakt een ander loopje via je hart. En als je weer ontspannen bent, ja, dan gaat dat deel die zenuwbaan aan. En die geeft dan weer informatie naar je brein. En dan denkt je brein, oh, die snapt het. Oké, we zijn kalm en rustig, er is niks aan de hand. Ja, en als je heel in een hele dreigende situatie zit, je kan niet meer vechten, je kan niet meer vluchten, ja, dan gaat je hele systeem down. Hè? En dat is wat vaak mensen als ze heel depressief zijn of totaal niet meer weten hoe of wat, welke kant ze op moeten. Dan heb je ook zo'n gevoel van niet voelen. Voel je niks meer. Hè? Als je in dat sympathische systeem zit, voel je juist heel veel. Dan voel je ook alles jagen in je lichaam. En dat weet je ook als topsporter, hè? Voor een wedstrijd. En wat ik vroeger heb gehad als ik ging optreden. Ja, dan heb je ook alles, dan gaat je hart sneller aan. En dat is ook goed, want dan kan je presteren. Maar als de dreiging te groot is en mensen zakken daar doorheen, nou ja, dan is er nog een lager onderdeel van je zenuwstelsel. En dat is bescherming, dan gaan we niks meer voelen. En dan zijn we een soort van numb. En dat is nog voorbij de freeze. Ja, nou, dat is een andere freeze. In het sympathische stelsel kun je ook in de freeze zijn, maar dan ben je in de freeze. Maar dan van binnen voel je heel veel activiteit. Oh, ja, ja. En als je in dorsal bent, dus helemaal in dat laagste stuk, dan ben je in de freeze, maar dan voel je ook niks meer. Dan is je gevoel ook uitgeschakeld. Dus is dat ook het niveau waar je al je behoeftes ontkent en helemaal,
Nou, als je niet meer kan voelen, dan kan je ook je behoeftes niet meer voelen. Nee. He, dus mensen die depressief zijn, die zitten daar vaak in. Maar ja, dus dat is een beetje hoe het zenuwstelsel werkt. En het mooie met EFT is dat EFT direct een effect heeft op je zenuwstelsel. Omdat je direct eigenlijk in dat kalme, rustige deel van je zenuwstelsel gaat activeren op het moment dat je EFT gaat doen. En je brein krijgt dan ook signaaltjes van, hè, als je ergens spanning voor hebt, dan gaat alles aan. En dan gaat je emotionele brein gaat aan, je amygdala gaat aan. Oh, help, we moeten opletten. Nou, op het moment dat je EFT gaat doen, kalmeer je dat allemaal. Dus je stresshormonen gaan naar beneden. Je kan opeens weer dieper ademhalen. Je hartslag gaat omlaag. En je komt dus weer in dat rustige, kalme deel van jouzelf terecht. En de reden waarom dat ook heel erg belangrijk is, is dat op het moment dat wij heel gespannen en hoog in onze emoties zitten, dan schakelt dat ook voor een deel onze cognitie uit. Dus dan wordt het heel erg moeilijk om nog om helder te denken en om bepaalde beslissingen te nemen. En ook om nieuwe informatie te verwerken. Dus op het moment, als wat jij net zei, hè, van oh ja, ik heb alcohol drinken, heb ik gekoppeld aan al die negatieve waarden van ziek worden en dat ik me niet goed gedraag. Dus daar zit die koppeling. En elke keer als jij weer denkt aan alcohol, dan gaat jouw systeem gaat eigenlijk weer een beetje aan en dan ga je al die dingen weer voelen. En je kan dat dus niet veranderen op dat niveau als je zo aanstaat. Dus wat we doen met EFT is eerst zorgen dat die gevoelens naar beneden gaan, zodat je meer kalm en rustig wordt. En als het brein weer kalm en rustig wordt, dan is er ruimte voor nieuwe informatie. Ja, ja, mooi. Zullen we eventjes, want we hebben EFT, Emotional Freedom Techniques. Ik heb het al een paar keer gezegd, ik heb er ook al podcast over gemaakt. Maar het kan ook zijn dat mensen nu voor het eerst binnenkomen. Zullen we eventjes vertellen waar wij beiden zo gepassioneerd over zijn? En ja. Nou, ik vind het wel grappig, want ik ben al een hele tijd coach. Maar sinds ik EFT zeg maar in mijn toolbox heb, heb ik mij wel echt al een paar keer afgevraagd, hoe deed ik dat vroeger, toen ik nog geen EFT had? Ja, ja. Denk ik, dat is echt, ik ben zo blij met dat ik die tool nu in mijn toolbox heb. En soms, ik was laatst ook bij iemand anders en die was ook een sessie aan het geven. En toen dacht ik, oh, als je nu even EFT met deze persoon doet, dan dring je door. Hoe moet ik dat zeggen? Dan kunnen we aansluiten, dan kunnen we stappen maken. Dus, maar goed, ik ga natuurlijk niet op de bühne staan. Maar dat denk ik dan wel eens. Dus waar hebben wij het over? Waar zijn wij zo gepassioneerd over? Ja, nou, EFT staat voor Emotional Freedom Techniques. Dus het zijn emotionele vrijheidstechnieken in de basis. Er is een basisprotocol wat vrij simpel is. Maar in de opleiding leer ik mensen, professionals zoals jij, veel meer technieken, hè, die we kunnen toepassen op bepaalde momenten voor bepaalde vraagstukken van cliënten. Maar het basisprotocol is vrij simpel. We maken gebruik van de meridianen in het lichaam, want we kloppen met onze vingers op een aantal punten op het gezicht. En ik gebruik vaak ook nog de handpunten. Die punten, dat zijn dus eigenlijk acupressuurpunten, gekoppeld aan de meridianen. Zou je denken van nou, wat heeft dat nou met emoties of je gedachten te maken? Maar de meridianen, dan zijn ze eindelijk met wetenschappelijk onderzoek ook achtergekomen en is dat vastgesteld, zijn super minuscuul kleine tubes die door je lichaam gaan. Vaak ook over alle organen heen. Die liggen ook heel dicht bij je zenuwstelsel. Op het moment dat we dus die punten, die acupunctuurpunten gaan bekloppen, dan geef je als het ware dat hele stelsel, dan geef je daarmee ook een soort van signaal aan je zenuwstelsel. En dat zorgt ervoor dat je brein gaat kalmeren. Dus de meridianen, die lopen door je hele lichaam. De punten waar wij gebruik van maken zijn begin- en eindpunten van eigenlijk alle meridianen. Dus
als je het hele basisprotocol doet, dan heb je daarbij ook alle meridianen te pakken. En dat is eigenlijk één ding van het verhaal. Hè. Dat is eigenlijk ook puur een fysieke interactie die je doet met mensen. Of met jezelf, want mensen kunnen ook EFT goed op zichzelf doen. Maar daarbij komt nog, en dat is een heel belangrijk onderdeel van EFT, dat je altijd je aandacht specifiek richt op iets waar jij last van hebt. Nou, waarom is dat belangrijk? He, als je het bijvoorbeeld hebt, ik wil niet vervelend zijn, maar we hebben nu een onderwerp. He, voorbeeld van jouw alcohol en daar heb je iets aan gekoppeld. Want je hebt daar een ervaring in gehad. Nou, wat nodig is als je daar iets aan wilt doen, is dat je met je aandacht teruggaat naar die herinnering. Want dan gaat jouw brein die herinnering uit je lange termijn geheugen naar je korte termijn geheugen brengen. Nou, dan staat die als het ware klaar. En als we op dat moment, als je daar weer aan denkt, dan komen al die emoties weer naar boven. Dan gaan we EFT doen. En dan gebruiken we die specifieke woorden die voor jou al die gevoelens omhoog brengen. Nou, dus de woorden zijn ook best wel belangrijk. En wat ik eerder zei, we beginnen altijd met te kloppen op de zijkant van onze hand. En dan zeggen we een opstartzin. En die is best wel belangrijk dat je die ook goed formuleert. En die gaat meestal zo van, ook al voel ik angst, boosheid, verdriet, wat dan ook. Toch accepteer ik mezelf precies zoals ik ben. Nou, dat is heel simpel. Hè? Dus het benoemen van de emotie in nou, die zin je zegt het, ja, is vrij belangrijk. Ja. Nou, je zegt heel simpel, maar we hebben eigenlijk 3 opstartzinnen. Hè? Je zou kunnen zeggen, ook al voel ik, toch kies ik ervoor om mezelf te accepteren, te waarderen. En ik heb ook geleerd, toch kies ik ervoor om van mezelf te houden, precies zoals ik ben. Maar dat is soms al heel moeilijk voor mensen om te zeggen. Dan gaat het al helemaal dat ik van, nou, dat hebben ze eigenlijk nog, dat is echt. Ja, nou, we hebben heel veel opstartzinnen. Kijk, in de basis is de opstartzin, ik accepteer mezelf precies zoals ik ben. Maar wat zo belangrijk is aan die opstartzin, is dat je, die bestaat eigenlijk uit 2 stukken. Het eerste deel benoem je altijd datgene waar je last van hebt. En in dat tweede deel, en dat is superbelangrijk, dat is een bekrachtiging van jouzelf. En die bekrachtiging van het zelf, die moet altijd vrij zijn. Die moet geaccepteerd worden door iemand. Dus als je zegt van, ik kies ervoor om van mezelf te houden, maar iemand denkt van, nou, helemaal niet, heb je geen goede opstartzin. Nee. Dan moet je die opstartzin gaan aanpassen op een manier waarop een cliënt kan voelen, oh ja, daarbij voel ik me wel goed. Dat kan wel een beetje waar zijn. Dat kan een beetje waar zijn. Ja. En de reden waarom we dat doen is omdat we graag willen dat mensen verbinding met zichzelf maken en weten van, ik ben oké, alleen ik ervaar een emotie. Ik ben die emotie niet. Dus die opstartzin is best wel belangrijk dat je die op de goede manier vormgeeft. Want als iemand bij de tweede deel ook al denkt van, ja, maar dat doe ik ook niet, dan zit je eigenlijk al heel erg in de weerstand. Ja. Dus in de basis leer ik mensen altijd de zin, ik accepteer mezelf precies zoals ik ben. Maar als mensen meer vaardig worden, zijn er legio variaties die je kan gebruiken, die ook heel passend kunnen zijn voor mensen. Maar voor mensen, zeker ook als mensen denken van, hey, ik wil dat wel eens gaan uitproberen, dat EFT. Dan kan je zeggen, ik accepteer mezelf. Of ik sta ervoor open om mezelf te accepteren, precies zoals ik ben. Of ik doe mijn best om mezelf te gaan accepteren, precies zoals ik ben. Hè, dus daar zijn weer ook vele variaties. Ja, nee, maar mooi die nuance, want inderdaad, ik accepteer mezelf precies zoals ik ben. Net als ik hou van mezelf precies zoals ik ben, is voor sommige mensen echt al een brug te ver. Ja. Want dan denken ze van, nou, ik accepteer mezelf. Nou, als ik 20 kilo zou afvallen en dit en eens even een keer niet zo uit mijn slof zou schieten, nou dan misschien, maar nu helemaal nog niet. Ja. Dus ja, die nuance van, ik sta er wel voor open, die is mooi. Hey, en hoe, nou, ik heb hier opgeschreven met een vraagteken. Nee, laten we eerst even beginnen met hoe belangrijk is dat je je emoties kunt reguleren? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Kijk,
Het zou zo moeten zijn, in de regel, dat mensen een prettig leven hebben. En nou, dat ze daar gewoon fijn doorheen fietsen. En ja, ach, er zijn wel eens vervelende dingen. En dan word ik wel eens boos. Nou, dan ben ik even boos. En daarna voel ik me eigenlijk wel weer goed. Of ja, er zijn soms vervelende dingen. En dan ben ik opeens ontzettend in de stress. Maar daarna voel ik me weer goed. Nou, het punt is natuurlijk dat ons leven niet zo in elkaar zit. En dat komt omdat we een mind hebben. En met onze mind gaan we conclusies trekken. Dus alles wat je meemaakt, wat onprettig is geweest, daar ga je een conclusie over trekken. En die conclusie gaat uiteindelijk een bepaalde overlevingsstrategie worden. He, dus je hebt een slechte ervaring met iets en denk je, oh, nou, dat ga ik dus nooit meer doen. Ik moet denken aan de 5 kindconclusies. Die ken ik niet, vertel. Oh. Nou, dat er ook daar weer 5 universele conclusies zijn die we als kind trekken. Bij ervaringen die eigenlijk iedereen meemaakt, als een keer afgewezen worden, of een keer een moeder die niet beschikbaar is, of een keer net iets te lang bang, of net iets te lang alleen, of net iets, ja, weet je, het overkomt, ja, eigenlijk iedereen. Daarom is, hè, wat jij ook al zei, misschien wel de halve wereld getraumatiseerd. Omdat het, maar dat we dus universele conclusies trekken. Ja. En dat sluit wel aan volgens mij wat jij in het begin ook zei, dat jij die gedachten allemaal zo op elkaar vindt lijken. Dat we allemaal dus blijkbaar dezelfde conclusies trekken en daarom dezelfde gedachten hebben. Ja. Van ik ben te veel, ja, of ik ben niet goed genoeg. Ja, of, ja, absoluut. Nou, in mijn boek Innerlijke Rust met EFT, daar staat achterin staat een hele lijst van universele overtuigingen die we hebben. En inderdaad, kindconclusies. Als kind heb je natuurlijk nog niet zoveel taal. Je bent je nog niet zo, je denkt nog niet in nuance. Dus Nee, je kan niet denken van, nou, dit heeft niks met mij te maken. Volgens mij heeft mijn moeder gewoon even iets te kort geslapen of had ze het wat te druk op de werk. Nee, dat denkt een kind niet. Nee, je gaat alles op jezelf betrekken. Kinderen betrekken alles op zichzelf. Dus als dat niet door een ouder gecorrigeerd wordt, kan een kind niks anders dan heel simpel te denken, die is boos op me, dus ik heb iets fout gedaan. Of die is boos op me, dus ze houdt niet van me. Hè? Dus ja, dat klinkt heel simpel, maar ja, een kind heeft niet zoveel mogelijkheden wat dat betreft. Dus aan de andere kant, kinderen zijn ook super flexibel. Kinderen kunnen heel veel hebben. Die aanpassing, dat is ook een overlevingsstrategie. Dus het is niet zo dat als jij een keer boos wordt op je kind en dat je denkt, oh help, want nu heeft mijn kind een conclusie getrokken en moet als het 20 is naar de psycholoog of wat dan ook. Maar ik denk dat als je kinderen heel veel dingen uitlegt en ook al gebeuren er allemaal dit soort dingen, want in ieder leven gebeuren er dingen waardoor die negativiteit, het is niet zo van dat we kunnen leven zonder negatieve emoties. Dat is gewoon niet zo. Die zijn er. En het is ook niet erg om die te ervaren. Maar daarna moet het hersteld worden. Dus ook met kinderen, in de interactie met kinderen. Dat vind ik heel belangrijk. En ik had gewild dat toen mijn kinderen klein waren, dat ik alles had geweten wat ik nu weet. Had ik het veel, veel beter kunnen doen. Wat, noem eens even iets wat je radicaal anders had gedaan. Nou, ik denk dat ik me veel meer bewust zou zijn geweest om mijn kinderen te checken, hé, wat gebeurt er in die hoofdjes? En het is niet dat ik dat niet heb gedaan, dat heb ik wel gedaan natuurlijk. Maar er schiet nu een herinnering naar boven van mijn dochter. Mijn dochter die zegt altijd, ach mam, dat is helemaal niet erg dat dat is gebeurd. Maar ik weet dat dat een hele intense ervaring was voor haar. Zij is inmiddels 34 en allemaal prima. Maar ze was, ik denk, 4 of 5 en ik moest haar naar de crèche brengen. En dat was een crèche waar ze zich niet op haar gemak voelde. Maar ja, ik was een werkende moeder en de vader werkte ook. En in Amsterdam, super moeilijk om ergens een plek te vinden. Dus ik was al blij dat ik een plek had. En ik moest haar daar achterlaten. Nou, mijn hart is gebroken. Want ze stond echt te janken. En dan zeggen die leidsters, die zeggen dan, ja, maar het is niet erg, want als je straks uit het zicht bent, dan is het over. Maar nu weet ik wat er gebeurt bij een kind. Het kind is daar, voelt zich verschrikkelijk ongelukkig. Want mijn dochter zei ook, ja, ik had het daar helemaal niet naar mijn zin. Dus die wilde niet dat ik wegging. Dus die ging super huilen, in de hoop dat ik zou blijven of dat ze weer met mij mee naar huis zou kunnen. Ging super huilen.
op het moment dat ik definitief wegging, dan heeft het kind weinig opties. Dus wat doet het kind? Aanpassen. Stoppen met huilen. Alle emoties in zich houden. Ik moet zien te overleven in deze situatie. En dat is precies de ervaring die een basis is voor onveilig gedrag, voor allerlei zaken. Maar met de kennis die je nu hebt, hoe had je dit aangepakt dan? Oh, dan had ik mijn dochter niet daar naartoe gedaan. Dan had ik ook een gesprekje met haar gehad. Vind je het niet fijn daar? Moet mama je ergens anders naartoe brengen? Dan had ik daar onmiddellijk actie op ondernomen. Ja. Ja, ja. Hey, maar terug eventjes naar hoe belangrijk is dus die hoe belangrijk is het dat we onze emoties kunnen reguleren? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. En dat begint natuurlijk al op het moment dat een kind in je buik zit, in de baarmoeder. Dan weten we inmiddels ook dat alles wat jij als moeder voelt van invloed is op het kind. Als ik wel eens EFT doe met vrouwen die zwanger zijn, ga ik altijd eerst een gesprekje aan met het kind. Eerst heel duidelijk gaan we vertellen, dit is van mama, jij hoeft hier niks mee. Ja, mooi. Mama wil zich beter voelen. Weet je wel, dan doe ik allemaal al kloppend op al die punten. En dat is ook een manier, doordat op het moment als je EFT gaat doen, dat klinkt een beetje raar, maar je gaat die punten bekloppen op je lichaam. Je maakt direct verbinding met je lijf. Je maakt verbinding met je zenuwstelsel. Je gaat praten met je lichaam. En daarmee dus ook praten met je kind. En dat is een soort veiligheidsstelling die denk ik heel erg belangrijk is. En ja, daar begint het eigenlijk al. Hoe veilig heeft een kind zich in de baarmoeder gevoeld? Hoe veilig heeft een kind zich gevoeld welkom op de wereld? Hoe veilig is het in die eerste jaren geweest? De eerste 7 jaar zijn ontzettend belangrijk. Dat zijn de jaren van hechting. Dat zijn de jaren dat je als kind een blauwdruk gaat maken voor hoe je de wereld ervaart. Ja. Dus dat er zeker ook op lagere scholen meer aandacht komt voor die emotieregulatie. En dat kinderen gewoon ook leren. Ja, ik heb vroeger, zei ik ook altijd van EFT, is eigenlijk net als tandenpoetsen. We leren kinderen tandenpoetsen, je doet zelf je tandenpoetsen. Je gaat onder de douche elke dag, om jezelf weer schoon te maken. En eigenlijk zou je dat ook met je emotionele huishouden moeten doen. Elke dag gewoon EFT doen, om de boel weer lekker wat er gebeurd is, weer gewoon af te laten stromen of zo, weet je wel? Ja, al die kleine dingetjes met kinderen. Oh, dus iemand heeft je gepest of iemand is boos op je geweest. Weet je wat, we gaan even kloppen. Jee, die was ontzettend vervelend, weet je wel? Nou, en alles wat die kinderen daarbij voelen, nou, en dan kunnen ze weer heerlijk slapen en dan, ja. Ja, mooi. Mooi, nou, ik vind het ook leuk wat je zegt over, of leuk. Leuk is niet helemaal passend, maar superbelangrijk. Dat inderdaad voor mensen die zwanger zijn de hele tijd zeggen van, dit heeft eigenlijk niks met jou te maken, jij bent veilig, maar ik als zwangere, ik ben nu even boos of ik ben ontzettend teleurgesteld, want ik had puntje puntje verwacht. Ja. En dat je, als je dat, ja, ik heb dus het idee dat een kind dat begrijpt of zo, maar ja, tuurlijk misschien begrijpt is het wishful thinking. Dat. Jij zegt tuurlijk direct. Ja, voor mij is dat zo logisch als ik weet niet wat. Op het moment namelijk dat jij zo tegen je kind gaat praten, dat is kalmerend, dat is ontspannend. En een baby in de buik, die voelt het verschil in jou tussen spanning en ontspanning. Ja. Dus ja. Ja. En dat bedoel ik ook met herstellen. Dus als je het herstelt met je kind, zijn momenten waarop je boos bent en dat je daarna weer contact maakt met je kind. Het is oké, er is niks meer aan de hand. Oh, hè? Ja, nog even terug naar die emoties, hè? Want we hebben die emoties, die hebben we gekregen. En ik heb bijvoorbeeld van knopen, hoe heet die ook alweer? Met de emotie. Oh ja, de emotiespiraal. Ja, de creatiespiraal. Creatiespiraal, ja, spiraal. Ja, precies. Ik ben zijn naam eventjes kwijt. Maar Marinus Knopen. Marinus. Ja, we komen er samen, leuk. Ja. Maar hij zegt heel erg van emoties zijn eigenlijk een taal van het goddelijke of het universum om je iets te vertellen. Boosheid staat voor er is iemand je grens overgegaan. Verdriet staat voor dat je dat heel erg lief hebt.
Ik noem maar wat, hè. Mm-hmm. Dus we hebben die emoties for a reason. Ja. Wanneer is een emotie gezond en wanneer zeg jij van... nou, nu lijkt het wel een beetje op een... ja, nu zit hij ons in de weg, nu belemmert hij ons. Voor mij zijn emotie is informatie. Je emoties zijn je kompas in het leven. Die geven jou de informatie hoe het met je gaat. En daarom is het heel belangrijk om naar je emoties te luisteren. Wat je zegt over grenzen bijvoorbeeld, heel belangrijk. Want jouw gevoel geeft precies aan wanneer iemand over je grens gaat. Als dat te vaak gebeurd is, kun je daar niet meer naar luisteren. En heb je niet meer die afstemming om te voelen, oh wacht even, hier is mijn grens. Dus die emoties, die proberen ons ook veilig te houden. Die geven gewoon van, nou, je mag boos worden, want dit is niet oké wat hier gebeurt. Als je verdrietig bent, er is niks mis mee om verdrietig te zijn, want het is een uiting, vind ik wel mooi wat jij zegt, van dat je heel veel om iemand geeft. Dus kan een uiting daarvan zijn, of een uiting van dat je iets verloren bent, wat je gewoon heel verdrietig maakt. Elke emotie die geuit is, doorvoeld is, die kan het lichaam uit. Ik zeg vaak tegen mensen, heel simpel, je lichaam is een fantastisch instrument. Kunnen dingen in en kunnen dingen uit. Dat is een heel natuurlijk proces. Maar dat geldt ook voor je emoties. Emoties komen op in ons, maar die kunnen we ook weer loslaten. Nou is het hele probleem alleen maar op het moment dat we het niet kunnen loslaten of er niet doorheen hebben kunnen bewegen. En dan zijn er emoties opgeslagen. En dan komen we weer even terug op dat freeze-systeem. Hè? Als we bevriezen, we maken dingen mee en we bevriezen. Dan is eigenlijk een veiligheid van je lichaam. Zo van, nou, ik bewaar het wel even voor je, want dit is te veel. Maar dan is het opgeslagen in je lijf. En dat zal er toch op een bepaald moment uit moeten. Want daar krijg je al die klachten van. Dus... emoties hebben een fantastisch doel. En het is je kompas om daarmee door het leven te navigeren. En emotie, volgens mij komt het van het Latijnse woord emovere. En betekent dat het ook letterlijk beweging naar buiten toe. Mm-hmm. Of ja, in beweging. Ja, volgens mij beweging naar buiten toe. Maar wanneer zit een emotie je dan... Want zoals jij het vertelt... is een emotie gewoon je kompas, je richtingaanwijzer, een soort van, ja, een tool. Mm-hmm. Maar wanneer is een angst zo groot dat die je belemmert? Of wanneer moeten we EFT gaan gebruiken? Dat is eigenlijk mijn vraag. Oké, ik snap je. Is een emotie passend in de situatie? Dan is er nooit zoveel aan de hand. Maar is een emotie niet passend, met andere woorden, te groot gezien de situatie, dan heeft het meestal met het verleden te maken. En als je het bijvoorbeeld hebt over angst, mensen kunnen heel veel angsten ontwikkelen voor dingen. En een reële angst is op het moment dat ik de straat ga oversteken en er komt een auto aan, denk ik, ik kan nog net wegrennen en op tijd ben ik op de stoep. Dat is een reële angst. Maar als ik ergens gewoon rustig aan het winkelen ben en ik sta aan de winkel en opeens word ik heel erg bang, dat is een irreële angst, want er is niks aan de hand. Ja? Dus die irreële angsten, daar hebben mensen vaak last van. En die zijn vaak gekoppeld aan ervaringen uit het verleden, waarin de angst niet verwerkt is, waardoor er allerlei beperkende overtuigingen gekoppeld zijn op een bepaalde situatie. En dat zijn de momenten om EFT toe te gaan passen. Maar ook bijvoorbeeld als je een vervelende dag hebt gehad, of je hebt ruzie met iemand gehad wat je heel erg hoog zit, je helpt het lichaam als ware om los te laten. En soms willen we nog niet loslaten. Want soms denken we, nou, ik ben boos op Piet of Jan of wie dan ook. En ik wil nog lekker even boos zijn. Weet je wel? Nou, is niks mis mee. Je mag best wel even boos blijven. Maar uiteindelijk heb je jezelf daar natuurlijk mee. Maar op het moment dat je denkt van, nou, nu ben ik wel genoeg boos geweest, maar het begint me nu wel dwars te zitten, ga gewoon even kloppen. En ga gewoon even die boosheid de ruimte geven om te voelen. Het is energie.
En als je gaat kloppen, dan kan die energie gewoon je lichaam uit. Wat ik jou net eigenlijk hoorde zeggen is dus... En corrigeer me als ik het niet goed heb gehoord. Maar dus dan trauma is eigenlijk een onnatuurlijke reactie op een natuurlijke situatie. Dus is een trauma, ben je eigenlijk al getraumatiseerd als je buiten proportie boos wordt? Of als je buiten proportie verdrietig wordt? Of als je buiten proportie angstig bent voor iets waar je eigenlijk niet boos, verdrietig of angstig voor hoeft te zijn? Kunnen we dan al spreken van een trauma? Ja, maar dat is de reactie op het trauma. Ja, precies. Het trauma is het moment waarop iets is gebeurd, wat je niet hebt kunnen verwerken. Dat is traumatiserend geweest. Dat heeft bepaalde emoties vastgezet in je lichaam. Dat heeft bepaalde overlevingsstrategieën aangezet. De uiting ervan is, ik sta in een winkel en opeens krijg ik een paniekaanval. En er is een verschil met trauma en trauma. Ik heb de laatste tijd weer veel naar Gabor Maté geluisterd, want die vind ik zo mooi ook als je zegt over uitleggen. Die kan de dingen ook zo mooi uitleggen. En kijk, we hebben een klassieke omschrijving van wat trauma is. Nou, dan zijn er een aantal omstandigheden. Je bent in een situatie met een groot dreigend gevaar, zelfs een gevaar voor je eigen leven. Je hebt een gevoel van hulpeloosheid, machteloosheid. Nou, noem al die dingen maar op. Dat is gewoon wat er in de DSM-5 staat. Maar we komen er dus langzaam achter dat trauma, we kunnen onderscheid maken tussen trauma met een grote T en trauma met een kleine T, dat eigenlijk die trauma met een kleine T, dus omstandigheden die we niet direct als traumatiserend kunnen herkennen, dat die eigenlijk veel belangrijker zijn. En ook veel lastiger zijn, want dat zijn vaak de trauma's die we uit ons jeugd hebben meegenomen. En dat gaat heel vaak over hechting. Hoe veilig ben je geweest als kind? En als dat niet veilig is geweest, dan zijn er jaren, periodes geweest van situaties waarin jij je als kind onveilig hebt gevoeld. En ja, dat is veel lastiger ook om op te lossen met mensen, maar niet onmogelijk. Niet onmogelijk. Dus en kun je ons een formule geven hoe wij trauma kunnen herkennen? En waarom dat dus ook belangrijk is. Dus waar herken je trauma aan? En dat was dus eigenlijk wat je net zei. Het trauma herken je als je in die winkel staat en je krijgt opeens een paniekaanval. En mensen denken dan vaak, oh, help, er is iets mis met mij. En die gaan zichzelf dan ook nog ontzettend op de kop zitten. Ja. Dus het trauma herken je op het moment dat jouw reactie overdreven groot is. Of mensen worden opeens zo boos dat je echt denkt van, nou, dat is wel een beetje overdreven. En als mensen heel boos worden in een situatie, dan heeft dat altijd met machteloosheid te maken. En heeft dat 9 van de 10 keer met een kindtrauma te maken. Want als kind was je machteloos. Dus je herkent het door een overmatige emotionele reactie. En ja, dan is de vraag natuurlijk, in hoeverre ben jij bereid om naar binnen te gaan, naar jezelf te kijken met compassie en te bedenken van, wacht even, dit kan niet van nu zijn. Het is van iets wat van veel verder weg is. En als ik met compassie naar mezelf kan kijken, kan ik dan zien waar dit mee te maken gehad heeft? En als je als kind getraumatiseerd bent, kun je daar niets aan doen. Het is niet je schuld. Je bent niet slecht geweest. Je bent geen slecht mens. Maar als het trauma er eenmaal is, dan gaat jouw zenuwstelsel gewoon op basis daarvan reageren. En dat is niet iets wat je op dat moment... Kijk, we hebben heel lang hebben we nog gedacht, dat is eigenlijk de fase in de jaren hiervoor, en dat was ook de jaren dat ik trainingsacteur was, dat ging heel erg over vaardigheden. Mensen vaardigheden geven, andere gedachten geven. Zo van, nou, oké, als je dan zo boos wordt, tel dan eerst tot 3, weet je wel. Of ga eerst een rondje lopen, of ga even ademhalen. Nou, daar is niks mis mee om dat te doen, maar daarmee los je het probleem niet op.
Nou ja, en sterker nog, die dingen die kan ik in, zeg maar, nuchtere, ontspannen toestand ook allemaal wel bedenken. Dan vind ik dat ook allemaal hele goede ideeën. Maar in de heat of the moment, één, ik denk er niet aan, laat staan dat ik het kan toepassen. Ja. Dus het klinkt prachtig en in theorie werkt het waarschijnlijk ook fantastisch. Maar in de praktijk niet. Nee, en dat komt omdat je dan nog jouw reactiepatroon, en dat is, zal ik zeggen, je zenuwstelsel, die zo denkt, oh, dit is gevaar, dit gaat aan. En je kunt nog niet snel genoeg reageren vanuit je waarnemer eigenlijk, om te bedenken, hey, wacht even, ik word nu getriggerd. Dus wat er gebeurt met jou, de trigger en hoe je zenuwstelsel aangaat, daar heb je dan nog even geen invloed op. En dan is het ook heel erg belangrijk dat je zelf dat niet gaat kwalijk nemen. Want wij hebben nogal de neiging om dan onszelf ook nog eens op de kop te gaan zitten. Ja, de feedback loop from hell. Exact. Dus de kunst is om jezelf steeds meer te trainen om je triggers te gaan herkennen. Ja. En te gaan zien, oh wacht even, dit is interessant. Als iemand zo reageert of zo zijn wenkbrauw optrekt, is voor mij een enorme trigger. Waarom? Doet me denken aan mijn vader of mijn moeder die dat altijd deed. En dan kreeg ik, weet ik veel, een klap of een boze opmerking. Ja, ja mooi. Vorig weekend, nee, 2-3 weekenden geleden, maakt ook niet uit. Het was nog net geleden, het is nog niet zo lang geleden. Was ik weer bij een roeiwedstrijd, bij de Varsity. En ja, ik kan toch het ieder jaar me niet bedwingen. Ik moet toch weer even kijken. en aan de ene kant in mij zegt, wat een boerenlullenbende met die studenten. Ik ben inmiddels, weet ik veel, 17 jaar ouder, weet je wel. Maar goed, het is toch altijd leuk. En je komt alle bekenden tegen. En de spanning van zo'n roeiwedstrijd. Maar ik parkeer dan altijd bij de start. En dan en op een gegeven moment dan komen wij in dat finishgebied waar duizenden mensen staan die aan het klappen en aan het joelen zijn. En dan, nou, ik kan wel janken. Ik kan wel janken. Dat is echt woes wat er dan bij mij gebeurt. En ja. Ongelooflijk. En iedere keer opnieuw. En ik heb dat altijd als ik naar sport kijk, ja, dan komt er bij mij zoveel los. Wat is dat dan? Is dat een trauma? Nou, als je het fijn vindt, is het helemaal geen trauma. Nee. Nee, dus dat is natuurlijk een herkenning van jouw systeem ook. Je hebt daarin heel veel meegemaakt in die sport. En ik denk dat dat ook vergelijkbaar is, hè, met performing. Het applaus wat je krijgt, dat geeft je ook een soort rush. En die rush die het geeft, dat is die enorme waardering die je daardoor voelt. En weet je, wij zijn, als mens, we zijn energetische wezens. We zijn zo energetisch afgestemd op elkaar. Als je in een ruimte bent met allemaal mensen die in zo'n hoge energie zitten, dan ga je op mee. Ja. Het is hetzelfde als dat je ergens binnenloopt in een ruimte waar iedereen mega depressief is. Dat voel je gelijk. Dat doet gelijk iets met jouw energie in je lichaam. Dus ja, ik herken dat ook wel, dat je dan in zo'n rush komt. En dat geeft je ook een soort enorme kick. En ja, dat vind ik ook zo mooi van onze emoties en ons hele systeem. We hebben zoveel variëteit in wat we kunnen voelen en ervaren. Ja. Dat is geweldig. Ja. Ja, maar we hebben nu wel een mooi bruggetje gemaakt naar de sport. Wat zou, ik weet nog, dat vertelde ik jou zo straks ook, dat op een gegeven moment, ik heb altijd geroeid. Nou, laat ik het even bij het begin beginnen. Eerst ging ik gewoon roeien en toen dacht ik, ja, dat lijkt me wel leuk eigenlijk. Ja. Nee, maar het was echt zo simpel als dat. En ik weet nog dat ik een rondleiding kreeg van een meid die roeide al 3 jaar. En toen dacht ik wel, nou, 3 jaar, iedere keer datzelfde haaltje over datzelfde stukje water. Saai, hè? Ja, ik dacht, nou, gaat het wel goed met jou eigenlijk? Maar ik dacht, weet je, ik ga gewoon een jaartje roeien en dan zie ik het wel. Nou, dat jaartje, hè, we zijn nu nog steeds aan het roeien en haaltjes aan het maken. Maar zo vrijblijvend begon het eigenlijk. En op een gegeven moment, nou ja, ging dat steeds beter en steeds harder. En kom je in selecties. En op een gegeven moment zat ik, een paar jaar later zat ik in het Nederlands team.
En ja, dan kom je erachter dat er meer mensen zijn dan dat er roeiplekjes zijn. Dus dan, toen heb ik dus ook een blauwe maandag mijn identiteit gekoppeld aan mijn prestaties. Hè. Dus als ik dan goed presteerde, dan was ik het vrouwtje. En als ik niet goed presteerde, ja, dan wilde ik eigenlijk achter de bank zitten en daar niet meer achter vandaan komen. Met als gevolg ook, ja, ik weet, daar moet ik nog eens even wat dieper over nadenken wat het nou was. Maar in ieder geval, ik roeide heel hard, maar we hadden ook heel veel testen op de roeimachine. Ja, oh, die ken ik, ja. Ja, en ja, je hebt meer met roeiers gewerkt. Dus, ja. En dat vond ik belachelijk. Want ik was al heel snel tot de conclusie gekomen. En ik had dat letterlijk ook bij die mensen getoetst. Die konden dan en Nederlands kampioen worden in de boot en Nederlands kampioen worden op de ergometer. En dan vroeg ik ook letterlijk aan ze van, doe jij dan hetzelfde op die roeimachine als in de boot? En dan zeiden ze altijd, nee. Het is compleet anders, compleet anders. Als ik goed ben geweest in de boot, dan moet ik altijd helemaal een transitie maken om ook weer goed te kunnen zijn op de ergometer. Nou, dus toen dacht ik, waarom de ergometer? Waarom de ergometer? Ja, dit is toch al het bewijs. Dit laat toch zien dat iemand, en ik vond ook letterlijk dat je terug kon zien, en ik heb ook helemaal uitgeanalyseerd waarom dat zo is. Want iets wat jou op de ergometer heel hard kan laten gaan, dat laat jou juist langzaam gaan in de boot. Dus ik dacht, jongens, word wakker. Wij zijn hier heel veel tijd en energie de hele tijd in die ergometer aan het steken. Terwijl we testen op het verkeerde en we selecteren voor het verkeerde. En uiteindelijk zitten niet de goede mensen in de boot. Dus ik wilde eigenlijk, jij noemde dat zo mooi, op de bres. Voor kap hiermee, want we verspillen tijd, geld, energie en talent. Dus ik was eigenlijk een beetje van, ja, ik kan gewoon hard roeien. En ik heb helemaal geen zin ook eigenlijk om mijn energie te verspillen aan die stomme roeiapparaat. Want het brengt ons niks. Ja. Nou, goed. En toen? Nou, en toen begon de bondscoach toch een beetje te zeggen van, ja, ik wil nu wel gewoon groei zien op die ergometer. Want als je daar geen groei laat zien, dan lig je er gewoon uit en dan ga je niet mee. En ja, dan geen Olympische Spelen voor jou. Dus ja, gaat hij toch dreigen. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik ook eens kappen met altijd op de bres willen staan en altijd punten willen maken en iedereen wakker te willen maken en mee te nemen. Misschien moet ik gewoon buigen op mijn knieën, slikken en gewoon doen wat er voor me gevraagd wordt. Ik bedoel, als ik dan toch zogenaamd zo sterk ben, dan kan ik dat toch ook op een ergometer. Dan kan ik toch ook schakelen. Nou, dat was nog best wel lastig. En toen had ik zoiets van, kut, nu heb ik ook niet goed voorbereid. En nu hangt wel mijn carrière ervan af. Dat had hij ook heel vaak gezegd, hè? Oh, dat is ook heel fijn, ja. Dat was er wel goed ingewreven. Nou, en toen nam de druk een beetje toe. En toen begon ik aan zo'n test. En toen voelde ik al direct, ik zit er gewoon niet lekker in. Weet je wat, ik kap ermee. Dus ik denk dat ik na 20 halen al gestopt ben met die test. En ja, zo van, nou, weet je, als je dit van me verlangt, dan kan ik nu vandaag niet waarmaken. Dus dan ga ik me niet helemaal het schompen strappen waar ik nog een week last van heb. Dan stop ik er nu gewoon mee. Wat op dat moment heel erg lekker voelt, hè? Ik vergelijk dat altijd met in je broek plassen. Het lucht enorm op, het is heerlijk warm. Ja. Maar ja, 20 minuten later, denk je, oh jee. Oh jee. Ik hoor al een heleboel tappable issues, zoals we dat noemen. Ja, hoe kwam ik hierop? Nou, ik denk, dat hebben we toen de tijd opgeprobeerd te lossen met cognitieve gedragstherapie. Hè? Dus heel veel verschillende sportpsychologen, prestatiepsychologen. En nou, goh, hoe ga ik dat nou netjes zeggen? Maar uiteindelijk denk ik dat ik met Eckhart Tolle het verschil heb gemaakt. En uiteindelijk heb ik psychica en EFT en noem het allemaal maar gedaan. Mm-hmm. En nu moet ik echt diep graven van wie was dat ook alweer en hoe was dat ook alweer. Maar door Eckhart Tolle en door me te realiseren, ik ben die stem niet, ik ben de waarnemer, dus ik kan nu ook wel eens, nu komt die stem. Ik vind ook dat hij nu hartstikke vriendelijk is. Hij is niet meer zo, maar goed, vroeger was hij wel gewoon kappen maar mee, want dit heeft geen zin. Ja. En, ja. Maar wat kunnen wij met EFT voor sporters betekenen? Dat is eigenlijk een hele lange intro. Nou ja, ik heb het toen met cognitieve gedragstherapie op proberen te lossen. Daar werkte allemaal niet. Uiteindelijk ben ik uit die wereld gestapt. Ben ik in mijn eigen circuit hulp gaan zoeken. En dat heeft heel erg goed gewerkt. Ja. Ja. Nou, weet je, ik denk dat we kunnen heel veel met EFT doen.
voor de topsport. En zoals je zei, ik heb verschillende roeiers begeleid. Eentje heel lang. En ik denk het verschil tussen de cognitieve gedragstherapie en de EFT is toch dat de EFT veel dieper werkt. En het mooie van de EFT is ook dat het een zelfhulptool is. Ik weet van heel veel sporters, en niet alleen degene die ik heb begeleid, maar ook internationaal. Er zijn steeds meer sporters die EFT doen, ook voor de wedstrijd. He, dus dan zie je sporters ook op de punten kloppen. Dus dat is een pre. Maar ik denk ook dat wat EFT zo bijzonder maakt is, tenminste als je een goede begeleider hebt en die goed is opgeleid, we gaan naar de kern van het probleem. En om die kern te vinden is niet altijd even makkelijk. Maar die kern gaat over, wat is nu de essentie van waarom ik onderpresteer? Heeft dat te maken met wat jij zegt, die stemmetjes in mijn hoofd, hè? Met hoe ik tegen mezelf praat? En hoe gaan we daar dan mee om? Ik denk dat als je het dan hebt over die innerlijke stemmetjes, wat ik ook wel noem, werken met innerlijke delen of met subpersoonlijkheden. We kennen allemaal die stemmetjes. Die met de zweep eroverheen gaat, die criticus die je zelf helemaal afkraakt van, nou, dit was echt helemaal niks. Dus als we met EFT daaraan gaan werken, dan werken we aan de energie van die stem. We werken aan de energie van dat innerlijke deel. We kijken naar waarom is hij daar eigenlijk? Wat wil hij voor mij bereiken? En hoe kan ik ervoor zorgen dat deze stem, dit innerlijke deel van mij, een meer effectievere houding gaat aannemen ten opzichte van mij? En ja, ook dus daarmee, hoe werkt hij voor mij in plaats van tegen mij? Hoe werkt hij voor mij? Ik weet dat als je met die innerlijke delen gaat werken, dat je daarmee ook verbinding maakt met dat stuk. Je gaat verbinding maken. Dus verbinding maken betekent ook natuurlijk dat je het gaat voelen en niet het weg gaat doen of niet gaat denken van, ja, daar moet ik dus een andere oplossing voor hebben of een andere gedachte tegenover zetten. Want dat is dan weer weerstand. Maar ik denk dat ik mensen dan leer met behulp van EFT om vanuit die waarnemer om te gaan kijken welke stemmen kan ik wel in gaan zetten, die dus wel effectief zijn. En ik heb het toen benoemd als vooruitgedachten en achteruitgedachten. En dus je hebt bepaalde gedachten die je vooruit helpen in de boot, en je hebt gedachten die je achteruit helpen in de boot. Nou, dus en het mooie met EFT is dat je kan ook heel goed met gedachten en overtuigingen werken met de EFT. Dus we kunnen daarbij de negatieve gedachten minder intens maken, minder krachtig, minder actief. En de positieve gedachten kunnen we actiever en sterker maken. Dus dan ga je heel specifiek kijken voor jou als roeier, welk woord, welke gedachte, welk zinnetje helpt jou vooruit. Als je dat in jezelf zegt. Nou, dus zo ben ik gaan werken. De zinnetjes waarvan we erachter kwamen van, nou, die gekoppeld waren aan die met die zweep van, oké, hou maar op. Ik zie Engeland al voorbij gaan. Weet je wel, ze liggen al naast me. Oh, dan ga ik al niet meer redden. Ja, dat soort gedachten. Het moment dat er een negatieve gedachte is al het moment dat jij kracht verliest. Ja, absoluut. En het luistert best wel nauw om je de hele wedstrijd van A tot Z, die 1500 meter die je moet roeien. 2000. Oh, 2000? Ja, nou ja, goed. Om ook in al die fases, want het heeft ook met je fysiek te maken, om je ook fysiek door al die fases heen te halen. En om bij elke van die fases de juiste gedachten te hebben die je kracht geven en in staat te zijn om die andere gedachten onmiddellijk los te laten,
Omdat je, ja, je moet al je kracht gebruiken. Ja. En ja, ik kom zelf helemaal niet. Hè. Ik kom uit dans. Ik kom niet uit een roeiachtergrond. Maar door die roeiers die ik begeleid heb, heb ik daar heel veel van geleerd. Vond ik super interessant. En ik denk dat EFT echt een extra tool is om die positieve gedachten daarin meer te activeren. En de negatieve gedachten meer te deactiveren. Ja, nee, ja, dat klopt. Zo simpel is het. Een van de coaches die zei toen dat bij mij uiteindelijk waarschijnlijk eronder zat dat ik mezelf niet goed genoeg vind. Dus ik ben niet goed genoeg. En ja, dan ga je proberen te voorkomen dat dat eigenlijk bevestigd wordt, omdat dat zo pijnlijk is. Ja, ja. Ja, kijk, wat ik net vertelde is natuurlijk heel erg gebaseerd op wat doe je in die boot. Maar als je lagen dieper gaat, dan is waar komen die gedachten vandaan? Waar heb je dat geleerd over jezelf? En dan kom je weer, waar we het eerder hadden, op die universele overtuigingen en de overtuigingen die je als kind hebt aangenomen. Dus ja, je kunt ook als topsporter heel diep gaan met jezelf. En dat is natuurlijk best ook, dat is niet iets van vandaag op morgen. Dat is work in progress, hè. Maar als je daarvoor openstaat, dan denk ik dat je daar heel ver in kan komen. Ik ben dus nu sinds dit jaar ook onderdeel van een sportopleiding voor sportcoaches. Wat ik doe samen met Bram Bakker en Daan Ruiter. Bram is zelf een hardloper. Daan coacht heel veel topvoetballers. Nou, die hebben allemaal met hetzelfde te maken. Dus jouw prestatie in die boot als topsporter of op het voetbalveld heeft ook heel erg te maken met wie je bent als mens, wat je meemaakt in je leven op dat moment. He, dus als er dingen in je leven gebeuren, maar je moet een topwedstrijd roeien, ja, dat heeft invloed, hoe dan ook. Dus ja, ik vind het ontzettend leuk om coaches in de sport EFT te leren. Want ik denk dat is gewoon een supergoeie tool die je kan hebben om topsporters te geven. Ja. En ja. Ja, nee, absoluut. Hey, en hoe, want uiteindelijk, als ik het dan goed hoor, is dus eigenlijk het doel de hele tijd dat je gewoon ontspannen bent en oké met jezelf. Ja. Ja, dat je ontspannen bent en oké met jezelf. Ja. En natuurlijk, als topsporter, dat scheelt ook heel erg, hoe ben je in je team? Want ik weet niet of jij alleen in de boot zit of met anderen. Beide. Ja. Als je met iemand anders in de boot zit, het zenuwstelsel van die persoon heeft invloed op jouw zenuwstelsel. Ja. Dus hoe jullie afgestemd zijn op elkaar in die boot is heel erg belangrijk. Ja. En ik denk dat topcoaches daar nog veel over kunnen leren. Omdat het gaat over die seconde. Hè? Oh. Iedereen is al, zal ik maar zeggen, fysiek spiermatig op topniveau getraind. Sommige Olympische finales, als ik even kijk naar Mitchell, hè, mijn vriend, die is 3 keer naar de Spelen geweest. Ja. Hij op de laatste Spelen won hij, had hij de 4e plek. En dat was allemaal binnen 2/10 van een seconde, de hele top 5. Ja. Ja. Dus, het was bizar. Ja. Dus zou ik zeggen, wat je fysiek kan, ik denk dat alle topsporters daar al op topniveau dan op getraind zijn. Zeker in zo'n sport als roeien. Voetbal is weer anders. Maar in zo'n sport als roeien. En dan komt het dus niet meer aan op hoe krachtig je bent, maar dan komt het wel op aan hoe je samen als team in die flow kan komen. Want dat gaat nog eens een keertje extra werken. Want als je allemaal op elkaar afgestemd bent, ja, niet één persoon in die boot zit in de flow. Nee, alle 2 of alle 3 of alle 4 die zitten en die zijn synchroon in die flow. Nou, dan ga je echt veel sneller. De wereldbeker was afgelopen weekend in Italië. Mm-hmm. En ik vind Italië, ik vind het fantastisch, hè. Want ze roeien prachtig en tegelijkertijd ziet het er niet uit. Maar ze hebben één ding, en dat is wat jij net omschreef.
Er was ook een damesacht. Ik heb überhaupt in Italië nog nooit een damesacht gezien, maar hij lag er. En al die acht dames, die wilden maar één ding. En dat is, ja, Italië in thuisland, dat maakt extra krachten los. Omdat die met z'n achten gewoon maar één ding willen. En dat is het thuispubliek gelukkig maken. I don't know, maar ja, ze winnen daar gewoon. Dat was onmogelijk. Ze winnen daar iets wat ze niet kunnen winnen. En toch doen ze het. En toch doen ze het. En dat komt precies door dat wat jij net zei. Alle acht de neus dezelfde kant op. En dat is niet alleen mentaal, hè? Het is niet alleen dat je zegt van, oh, het is iets mentaals, we willen winnen. Want dat is alweer moeite doen, willen winnen. Het gaat veel verder als dat. Het is iets. Het is heel moeilijk om dat te omschrijven, omdat het ook haast niet te trainen is. En ik denk dat vrouwen daar veel beter in zijn om dat eerder te pakken als dat mannen dat kunnen zijn. Sorry, mannen. Maar als je weet waar dat zit, want het heeft vooral ook met loslaten te maken. Ja, met ontspanning. Ja, het is heel erg. Maar het is een soort discrepantie tussen, want je moet je wel inspannen. Ja. Je moet je ontzettend inspannen. Maar in die inspanning, in de ontspanning zijn. Ja. En dan, je moet elkaar ook ontzettend aanvoelen. En dat is misschien wel leuk om nog te vertellen. Ik had gisteren de laatste dag van de basisopleiding van de EFT-opleiding. En een van mijn studenten, Tessa van Nes, die is heel goed in het meten van hersengolven. En daar heb je ook apparatuur voor. Ja. Zij werkt met de Mind Mirror. Dat is fantastisch. Ja. Dus wat we gisteren gedaan hebben, we hebben een van mijn studenten en mij aangesloten op de Mind Mirror. En we zijn EFT gaan doen. En wat je dan ziet, is al die hersengolven die hebben te maken met of dat je heel erg in je beta zit, dus dat je heel erg aan denken bent, of dat je in je alfa bent. Ja, alfa is natuurlijk heel erg in het hier en nu zijn. En je delta gaat ook over die afstemming. En toen zei ze dus, na afloop, hadden we een beetje zo teruggekeken, en het was heel duidelijk te zien op de punten waar we EFT gingen doen, dat die alfa kwam en meer ook in de theta. Maar dat ze bij mij heel erg kon zien dat ik, ook al heb ik mijn ogen open, want meestal als mensen in alfa komen, doen ze hun ogen dicht. En dan ga je meer in jezelf en dan kom je meer in een rust. Ze dan bij Yvonne zie ik dat ze, ook al heeft ze haar ogen open, ze is in alfa en ze maakt heel veel delta aan. Want ik ben heel erg afgestemd op die ander. Ja. Nou, als je dat gaat trainen met mensen in de boot, nogmaals, ik denk dat vrouwen dat heel goed kunnen, dan heb je daar een laag van afstemming. En dat zorgt voor die flow. En ja, en dan natuurlijk al die andere dingen nog. Dan moet je ook goed getraind zijn. Ja. En willen winnen en alles. Ja. Ja. Ja, mooi. Even terug naar mijn voorbeeldje. Ik vertelde dat hoe dat back in the days ging. Over mij en op de roeimachine. En de bondscoach die zei van, ja, nu wil ik wel dat je een PR trapt, want anders is het gewoon klaar ermee. Je zei, ik hoor allemaal al tappable dingen. Wat hoor jij als ik zo'n verhaal vertel? Nou, allereerst die dingen die de coach tegen jou zei. Ja. En welke conclusies jij daaruit hebt getrokken. Want voor sommige mensen kan dat stimulerend zijn. Als je dat niet doet, dan lig je eruit. Oh, ik ga hard werken, weet je wel. En dan opeens heb je een goede prestatie. Dat is eigenlijk wat de meeste coaches in de sport denken, wat het effect is van zo'n opmerking. Ja. Maar dat geldt niet voor iedereen. En ik denk dat sportcoaches veel meer kunnen leren wat het effect van hun woorden kunnen zijn. Als ze zien dat ze zo'n opmerking niet werkt bij iemand, dan moet je dus iets anders gaan doen. Want dan is jouw zenuwstelsel daar niet gevoelig voor. Dus dan moet je andersoortige opmerkingen gaan maken. Dus daar zou ik allereerst al EFT op gaan doen. Want met EFT willen we ook altijd heel erg naar de kern, dus altijd naar de momenten van impact. Dus als iemand zo'n uitspraak doet, dat is een moment van impact. Nou, dan zou ik ook gaan kijken naar al jouw weerstand om überhaupt die machine op te gaan. De momenten waarop je op die machine zat en het helemaal niet lukte. Ik zou met je ook heel erg gaan uitvragen dat verschil wat jij zelf voelt in de boot en op de roeimachine en wat dat dan is en hoeveel weerstand je hebt tegen die roeimachine.
Nou ja, dat soort dingen allemaal. Ja, ja, leuk. Ik pak ook eens eventjes mijn lijstje erbij. Ja, hoe belangrijk is het dat je EFT leert als kind? Ik denk heel belangrijk. Er zijn in Amerika verschillende scholen waar EFT wordt toegepast in de klas. En die zijn dat gaan doen naar aanleiding van een minder fijne gebeurtenis. Namelijk, er zijn in Amerika de laatste jaren een aantal keren shootouts geweest. En een paar van mijn Amerikaanse collega's, waaronder Lori Layden, die zijn naar die scholen gegaan. Die hebben een team samengesteld. En die zijn EFT op die scholen gaan brengen. Die hebben de docenten EFT geleerd. Ze hebben EFT gedaan met de ouders, met de kinderen die het wel overleefd hadden. Dus verschrikkelijke traumatische gebeurtenissen. En de leerkrachten daar die EFT zijn gaan toepassen, ja, in eerste instantie deden ze dat om het trauma te verwerken. Maar ze merkten dat de kinderen het zo fijn vonden. En ze zijn EFT blijven doen in de klas. Nou, wat zijn de effecten daarvan? Kinderen zijn veel rustiger in de klas. Dus als je een klas hebt waar veel onrust is, met EFT krijg je kinderen gelijk rustig. Kinderen kunnen zich beter concentreren. Nou, dat is een logisch gevolg van als een kind meer rustig is. Dus kinderen die rustiger zijn, die zich meer kunnen concentreren, gaan betere leerprestaties geven. Het doet ook iets met de coherentie in de klas. Omdat als je met de hele klas EFT gaat doen, en kinderen vinden het meestal superleuk, hè, om dat te gaan doen. Je maakt gelijk verbinding. En wat ik eerder zei, we zijn energetische wezens. We zijn allemaal op elkaar afgestemd. Kinderen kunnen dat nog veel beter voelen. Door EFT te gaan doen en we spreken die woorden uit. En we gaan met kinderen misschien dingen zeggen. Ook al is het nu hartstikke druk in de klas en voel ik heel veel opwinding in mijn lichaam of zoiets dergelijks. Dus je gaat eigenlijk die energie in de hele klas ga je op eenzelfde niveau krijgen. En die kinderen voelen meer verbinding, ze zijn meer samen. Het kan allemaal leuker worden in de klas. En als kinderen EFT kennen, dan is het ook veel makkelijker dat als er eens een keer een conflictje is tussen twee kinderen, dat je als docent zegt, nou, je haalt die kinderen even bij elkaar en zegt, jongens, dat is toch niet zo fijn om je zo te voelen. Zullen we gewoon eens even een beetje gaan kloppen? En dan gaan we daarna even praten. Ja, ja, nou, want iemand die vol in zijn emoties zit, dat, ik heb het al eerder gezegd, het heeft geen zin. Je kunt ook wel tegen een muur aan gaan lullen. Nee, heeft helemaal geen zin. Nee, precies. Nee. Dus eerst dat zenuwstelsel veilig overtuigen dat het veilig is. En dan... er schiet mij ineens iets te binnen, want jij zei zo straks wel, ik ga terug even naar het roeien, sorry. Ja, we gaan lekker heen en weer. Ja, we gaan even heen en weer, net als in met het roeien, maar dat maakt niet uit. Lekker natuurlijk als het coherent is, als je zelf met de neus dezelfde kant op zit, maar ook dat je met z'n allen in die flow zit. En toen zei je iets heel belangrijks. Moet je natuurlijk wel fysiek gewoon goed zijn en heel hard getraind hebben. En bij roeien natuurlijk heel goed kunnen ontspannen. Wat is eigenlijk de relatie tussen trauma's en gezondheid? En in hoeverre kun je, stel je voor, ik heb bijvoorbeeld de hele tijd, ik noem maar wat, rugpijn. Of de hele tijd hoofdpijn. Of de hele tijd nekpijn. Of de hele tijd, ja, wat hebben mensen tegenwoordig de hele tijd? Maar ja, allemaal dat soort zaken. Allemaal ja. Dat soort zaken. Ja. Wat, ik wilde hem. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou, kijk. Het lichaam praat met ons. Net zoals emoties informatie zijn, geeft je lichaam ook informatie. Dus als je te lang een bepaalde spanning in je lichaam hebt, dan gaat je lichaam ergens die spanning ophopen en dat teruggeven door een fysieke klacht. Dus de vraag is dan, waar komt dat vandaan? Het meest simpele voorbeeld is, hè, als mensen bijvoorbeeld van last van hun schouders hebben, of ze krijgen RSI, ja, dan hebben ze
niet alleen lang achter hun laptop gezeten en hard gewerkt, maar dan hebben ze lang met stress achter hun laptop gezeten en met stress hard gewerkt. Ja? Dus die negatieve spanning, die zorgt ervoor dat je uiteindelijk fysieke klachten gaat krijgen. Nou, denk ik zelfs hetzelfde als het gaat over bijvoorbeeld sportblessures. Sportblessures, je hebt ergens last van. 9 van de 10 keer ben je ergens over je grens gegaan. Nou, voor sporters is dat heel moeilijk, want de sport is nu eenmaal dat je over je grenzen gaat. Dat is de essentie, want anders kan je niet winnen. Maar daar is dus ook weer een hele ingewikkelde paradox van wanneer kan ik wel en wanneer kan ik niet over mijn grenzen gaan. Dus je lichaam moet je heel goed kennen. Als je dan het hebt over trauma, daar is een heel groot onderzoek gedaan in Amerika, de ACE-studies. En daar zijn ze achtergekomen, hebben ze gegevens van heel veel mensen die, ik geloof wel 170.000 of zo, het waren allemaal mensen die bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij waren aangesloten. En ze hebben de gegevens van die mensen over jarenlang teruggekeken. Gekeken naar hoe die mensen in hun jeugd, wat voor ervaringen ze in hun jeugd hebben gehad en wat voor klachten ze later op volwassen leeftijd kregen. Nou, daarvan is duidelijk geworden, echt één op één, dat als je in je jeugd bepaalde traumatische ervaringen hebt meegemaakt, je zoveel meer kans hebt op fysieke klachten, zelfs op ziektes zoals hartklachten, leverklachten, burn-out, noem maar op, in je volwassen leeftijd. En doordat we dat nu steeds meer gaan zien, hè, en dan kan het soms zijn van iemand die heeft opeens last van zijn hart en zegt van, nou, kan dat nou? Dat is een hele gezonde man en hij eet gezond en hij sport hartstikke goed. En die krijgt opeens een hartaanval. Nou, pure pech. Maar kijk eens wat die persoon in zijn jeugd heeft meegemaakt. En welke zaken daar onopgelost zijn, waardoor er allerlei systemen in iemand nog steeds aanwezig waren. Dus ik ben heel erg blij dat dat steeds duidelijker wordt, dat die verbinding er is. Nou, ga maar eens naar Gábor Maté luisteren. Die zegt dat ook. Het probleem is alleen, in de medische wereld, dat werkt allemaal heel langzaam, hè? Dat is een hele traditionele wereld. En dat zal nog vele jaren duren voordat we dat echt gaan begrijpen en echt gaan zien. En daarom vind ik het zo belangrijk, zeker nu in deze tijd, dat we veel meer zicht gaan krijgen op wat trauma is en wat trauma doet. En dat we bij de kinderen beginnen. En dat we kinderen al leren om hun zenuwstelsel te reguleren. Is zo ontzettend belangrijk voor de toekomst. Ja. Als je dan zelf bijvoorbeeld fysieke klachten hebt, heb jij dan ook een coach die je vraagt, wil je even met mij tappen of ga je zelf voor de spiegel zitten? Hoe los je dat op? Nou, ik doe nog steeds mijn eigen sessies met een collega van mij uit Engeland. En daar ben ik heel erg blij mee. En verder... Ja, want jij rijdt ook paard. Ik rijd paard, ja, vanochtend nog. Ja, dat is een uitdaging voor mij. Kijk, ik ben erachter gekomen dat mijn stresssysteem best wel heel sensitief is afgesteld. Daar heb ik mijn voordeel mee. Hè? Want ik voel ontzettend veel, ook bij andere mensen. Okay. Maar met paardrijden is dat eigenlijk wat minder handig. dus daar heb ik altijd mee van doen. Er zijn al vele momenten geweest dat ik dacht ik moet stoppen. Maar wel ook dankzij EFT kan ik mezelf elke keer toch weer rewiren en waardoor ik wel ben blijven rijden. Want ik vind het ook ontzettend mooi als je echt goed verbinding hebt met je paard en je kan heel fijn rijden. Dat is gewoon super bijzonder om dat met een dier samen te kunnen. Maar ja, ik doe dus regelmatig ook nog wel voor mezelf EFT. Ook wel een beetje loodgieterwerk, hoor, moet ik toegeven. Want soms als ik dan wel eens kijk naar cliënten of mijn studenten die heel fanatiek zijn, denk ik wel eens van, oh, je zou nu EFT moeten gaan doen.
En dan heb ik het te druk en allemaal dat soort dingen, weet je wel. Maar ik weet gewoon dat het voor mij super belangrijk is om dat altijd bij de hand te hebben. En er zijn heel veel momenten waarop ik zo dankbaar ben dat ik het heb. En zonder dat had ik bijvoorbeeld... Ik heb jarenlang ook last van paniekaanvallen gehad. Toen ik in een burn-out zat. Nou, zonder EFT had ik dat niet kunnen oplossen. Dus ja, ik blijf oefenen. En ik merk zelf ook wel in de loop der jaren natuurlijk... Alle momenten dat ik EFT met cliënten doe, ik klop altijd mee. Ik ook. Ik klop altijd op mezelf mee. Ja. Dat doe ik om mijn eigen systeem te reguleren. Om ervoor te zorgen dat ik niet getriggerd raak door iets wat mijn cliënt inbrengt. En dat is natuurlijk ook werken aan jezelf. Ja, ik doe dat ook. Ik klop ook altijd mee. Ja. Ik heb het idee... En als ik het aan groep doe, laat ik ook altijd iedereen meekloppen. Omdat je dan echt zo'n veld neerzet wat heel erg versterkend is. Ja. Wat jij eigenlijk in het begin ook al uitlegde hoe dat werkt. En later met het roeien nog even op terugkwam. Ja. 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 Ja, en dat is wel, denk ik, ook wat mensen een goede coach of een goede begeleider of EFT-therapeut maakt. Of wat je dan ook doet. Blijf werken aan jezelf. Dat is zo belangrijk. Want hoe meer wij onze eigen issues hebben opgelost, hoe meer wij een open kanaal kunnen zijn. En dat geeft veiligheid aan onze cliënten. En dus dat zeg ik ook altijd in de opleiding die ik geef. Zeg ik ook altijd tegen mensen van, joh, blijf aan jezelf werken. Ga je eigen issues aan. Ja. Je wordt er zelf vrolijker van en je cliënten worden er vrolijker van. Ja, ja, mooi. Waar gaan we mee afronden, Yvonne? Wat wil je nog zeggen? Nou, ik ben ontzettend blij dat we het over de kinderen hebben gehad. Want dat vind ik echt heel belangrijk. Oh, ik merk dat me dat opeens ontzettend raakt. Ik ga een poging doen om EFT in het onderwijs te brengen met een club van mijn studenten. Hebben we net gisteren besloten. En ik denk dat is het echt wel heel erg belangrijk. Ik kan me soms wel zorgen maken over... Kinderen die nu opgroeien en ook pubers. Hè? Ja, heftig. Heftig heb ik geschreven voor de pubers. Ook heel belangrijk. Omdat die door de corona ook een hele moeilijke tijd hebben gehad. En ik hoop gewoon echt dat heel veel mensen EFT gaan ontdekken. Maar zeker voor de kinderen is het gewoon ontzettend belangrijk. Als we, dan heb ik toch nog een vraag. Hè? Want onze dochter is 2. Zou ik met een 2-jarige al kunnen tappen? Ja, ja. Want die heeft regelmatig dingen. Die komt echt thuis van... want die gaat nu naar de peuterspeelzaal. Gisteren kwam ze echt thuis, want juffrouw... Puntje, puntje. Ik wil het bijna zeggen. Maar juffrouw Puntje, puntje had tegen haar gezegd... dat ze niet de snelste van de wereld is. Terwijl Doutze, die loopt nu de hele tijd rond... Ik ben de snelste van de wereld en ik heb zoiets. Nou, als dat jouw overtuiging wordt, prima, dan ga je ook nog tegenaan lopen. Maar weet je, ik laat dat. Ja. Maar de juf had gezegd, dat is niet zo. En dat was ze echt boos over geworden. Ja. Nou weet je, een kind komt thuis met zo'n verhaal. Ja. Hartstikke goed. Als je haar hebt geleerd om op die puntjes te kloppen, zeg je... Oh ja, gelijk als ze vertelt, vertel me verder, schat. En laten we even erbij kloppen. Ja. Weet je wel? Ja. Nou, een kind zo klein, gewoon het vertellen. En ook al doe je maar een paar punten. Dat helpt al. Ja. Oké, okay, ja, want die heeft een hele... vanochtend wilde ze... Heeft de oppas haar aangekleed. En ze mocht niet de natte jurk aan. Ja. En dan komt ze helemaal thuis. En het eerste wat ze tegen mij zegt, van ja, ik ben echt heel boos. Want ik mocht vanochtend een jurk niet aan. En oppas had ook gezegd dat het van jou ook niet mocht. En denk ik, och meisje, weet je wel. Ja. Maar dat zit daar dan hoog. En het is het eerste wat ze zegt. Ja. En dus gewoon gaan kloppen dan. Nu al haar leren. Ja. Nu al haar leren, maar ook zeggen dat het oké is dat ze boos mag zijn. En dat ze dat mag voelen. Ja. En maak er een spelletje van. En
Kijk, en dit is alleen maar om ervoor te zorgen dat die boosheid niet ergens in haar blijft zitten. Ja. Ze mag boos zijn, ze mag er boos om worden. Oké, en dan... Nou, en ja, ja, ik was boos, hè, over die jurk. Weet je wel? Ja. Als ze dat kan zeggen, dan heeft ze het ervaren als... Oké, ja, ik was even heel boos, maar nu is het weer oké. Oh ja, dat is een mooie. Ja. Ja. Ja, ik probeer de hele tijd van, ik snap het ook. Dat ik de hele tijd zeg, ik snap het. Voor dat... al bekrachtigen. Ja. Alles wat ze voelen is helemaal oké. Ja, dus bekrachtigen. Ja. Ja, dat deed mijn vader vroeger ook altijd bij mij. Dat weet ik, dat ik hoor het hem nog zeggen. Dan bijvoorbeeld als ik ergens van in paniek of zo, dan zei hij, ja, dat ken ik wel. Ik was ook heel vaak in paniek. En dan dacht ik altijd, oké. Oh, het mag er dus zijn. Ja. Oh, het is dus normaal. Ik zie nu wat voor man jij bent. Oké, jij hebt dat dus ook gehad vroeger. Daar kun je dus blijkbaar overheen groeien of iets in die trant. Maar in ieder geval, het normaliseerde daardoor. Ja. Ja. Ik voelde me daardoor niet meer heel erg gek of zo. Dan dacht ik, oh, oké. Ja. Ja, ja, precies. Dus jouw missie is EFT eigenlijk bruikbaar maken voor iedereen, maar zeker voor alle kinderen. Dus ik weet dat er veel docenten, ouders luisteren. Ik ga binnenkort een masterclass, ik noem dat dan tovertappen of in ieder geval smart tapping voor kinderen doen. Bij Mirjam. Merel. Bij Mirjam en Merel. Ja, oké. Okay, ik weet even niet Mirjam, achternaam kwijt. Nou ja. En ik hoef helemaal niet te wachten. Met een 2-jarige kun je dus al gewoon beginnen. Ja, en als zij dat lastig vindt, dan kan jij ook op haar kloppen. En ook al pak je maar een paar punten. Weet je wel, zeg, nou lieve schat, vertel maar verder. En dan klop je alleen maar op die paar punten. Bij de sleutelbeen of zo, of bovenop haar hoofd. Of... Nou, dan kan ze gewoon lekker vertellen. En onderwijl ben jij gewoon aan het zorgen dat ze dat er lekker allemaal uit krijgt. Ja, mooi. Mooi. Waar kunnen mensen jouw werk vinden? Op mijn website www.eculibre.nl. Eculibre. Eculibre. Oh, EQ, ja, emotionele intelligentie en libre. Libre, vrijheid. Eculibre. Ja? Eculibre. Mooi. Zijn daar je boeken ook te vinden? Zijn mijn boeken ook te vinden. Boeken kun je ook gewoon op debol.com bestellen en kopen. En zou ik iedereen aanraden. Wat dan? Ik zou het iedereen afraden. Ja, nee. Maar ik ben altijd heel erg blij als mensen mijn boeken kopen. En maakt jou gewoon niet uit als ze het maar kopen? Nou ja, en er iets mee doen en het ook lezen, lijkt me. Ja. Oké, grappig. Ik zeg altijd, probeer wel echt naar de schrijver zelf of naar een mooie boekhandel te gaan. En bol.com zoveel mogelijk. Dat is ook zo. Als je naar de boekwinkel gaat, ze kunnen altijd mijn boeken overal bestellen. Ja. Dus kijk, mijn boeken zijn al wat ouder, dus die staan denk ik niet meer in het schap. Maar elke boekwinkel kan ze bestellen. Ja, precies. Ja. Mooi. Nou, gaan we hem afronden. Dankjewel voor je tijd en ook voor... Ja, je bent hier al zo lang mee bezig. Ik denk dat eigenlijk dat EFT misschien wel zo groot is in Nederland nu en zo ongelooflijk hot. Want dat, ik bedoel, iedereen weet ineens wat het is. Ja. Ik bedoel, nog niet zo lang geleden, dan heb ik het over 15 jaar geleden of zo. Nou, dan had ik een psycholoog die wist al van EMDR. Ja. Ja. En nu is toch wel, ik heb het idee dat EFT, EMDR ook wel voorbij gaat. Nog niet in de reguliere kringen, maar daarbuiten wel. Heb jij dat? Ja. Nou, ik krijg steeds meer mensen uit het reguliere circuit, ook in de EFT-opleiding. Ja. 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 Dus dat is leuk. Is mooi. Ja. Belangrijk. Yes. Jij ook, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl. Daar vind je de knop doneren. Je mag het natuurlijk ook volop delen via je social media. Duimpjes en likes en abonneren. Nou, je kent het allemaal wel. En dan heel graag tot de volgende keer. Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten? Maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld, maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat.
In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl.